Met welke persoonlijkheid heb je het meeste succes op de werkvloer? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Dames en heren, ik zou u graag willen vragen, denkt u eens even aan een collega. En als u niet meer werkt, denkt u dan aan een voormalig collega. En als je student bent, denk dan maar even aan een huisgenoot of een andere persoon die je heel naast staat. Heeft u allemaal iemand in gedachten? Oké. Zou u mij in een paar bijvoeglijke naamwoorden, denkt u even welke bijvoeglijke naamwoorden passen bij die persoon? Heeft u woorden in gedachten? Doortastend hoor ik je al. Ja, mag ik er nog eentje? Collegiaal. Gedreven. Empathisch. Empathisch. Nou, dit, zo komen het kwartier makkelijk vol. Dat klopt ook, want de Nederlandse taal heeft zo'n 9000 woorden waarin wij elkaar beschrijven. En ik heb hier een woordenboek meegenomen en in dit woordenboek staan ongeveer 9000 woorden waarin wij plachten elkaar te beschrijven. Nou zijn er een aantal van die 9000 zijn niet meer echt gebruikelijk, zoals gepasporteerd, ik weet niet of je weet wat dat betekent, of zoor, zoekt u dat maar eens even op, dat is een bijvoeglijk naamwoord. Zoekt u het vooral even op. Maar er zijn dus heel veel woorden die we niet meer heel erg veel gebruiken. En als we die er nou uithalen, dan houden we ongeveer 1000 tot 1200 woorden over, waarin wij de neiging hebben om elkaar te beschrijven. Stelt u zich nou eens voor dat we die 1200 woorden, die gaan we met z'n allen deze avond gaan we ze even op een post-it plakken, op een briefje. En dat plakken wij allemaal op deze muur achter mij. Stelt u zich even voor, 1200 woorden hangen hier achter mij. Wat u zal opvallen is dat er bepaalde woorden heel erg snel gaan samenhangen. Je kunt zich voorstellen dat iemand die actief is, is vaak ook heel erg energiek. Of iemand die heel erg precies is, is ook heel erg gefocust. En zo kunnen we clusters gaan maken van die woorden. Gelukkig kun je tegenwoordig met een computer, kun je ook aan de computer vragen, zijn er nou bepaalde clusters te maken? Dat heet een factoranalyse. Dat wil zeggen, de computer gaat kijken welke woorden passen nou het meeste bij elkaar. Het blijkt dat wij de neiging hebben om elkaar te beschrijven in 5 verschillende dimensies, in 5 groepen van woorden. En die wil ik graag even met u doornemen. Het is heel makkelijk te onthouden. Het Engelse woord voor oceaan is ocean. En O-C-E-A-N is de afkorting die hoort bij de 5 karaktereigenschappen waarin wij elkaar beschrijven. De O is van openheid voor ervaring, openness. Bent u een beetje intellectueel? Bent u iemand die heel erg fantasierijk is? De C staat voor consensueusheid. Dat is zo'n woord waarvan ik toegeef dat ik het na 17 jaar nog steeds af en toe verkeerd schrijf. Consensueusheid, dat wil zeggen, bent u nauwgezet? Bent u gefocust? Bent u doelgericht? Bent u iemand die doet wat hij moet doen? De E staat voor extraversie. Bent u extravert? Vindt u het leuk om in groepen? Bent u iemand die graag spreekt, die graag in groepen bent? De A staat voor agreeable. Bent u een beetje aardig? Bent u vriendelijk ten opzichte van anderen? En de laatste is neurotisch. Sommige mensen hebben de neiging om wat meer neurotisch te zijn dan anderen. Nou, hoe meet je? Dit noemen we de Big Five. En het leuke van de Big Five is dat als je een Nederlands woordenboek pakt, dan krijg je precies 5 trekken eruit waarin mensen elkaar beschrijven. Het leuke is, die krijg je ook in het Duits, in het Frans, in het Engels, in het Turks, in weet ik veel wat van talen. Je krijgt in verschillende talen steeds 5 karaktereigenschappen waarin wij elkaar beschrijven. Dan kunt u misschien denken van ja, maar dat zeg ik over mezelf, hè, want veel persoonlijkheidstesten zijn van jezelf over jezelf. Maar je kunt die natuurlijk vergelijken met de score van een partner. Wat vindt de ander van jou? Of wat vinden collega's van jou? En het blijkt dat mensen eigenlijk vrij eerlijk zijn over hoe ze in elkaar zitten. Dus die 5 persoonlijkheidstrekken, die zitten er ingebakken. Nou, voor de mensen die kinderen hebben, die weten misschien dat kinderen voor een deel worden geboren met een karakter. Zeker als u 2 kinderen heeft, of een broer of zus heeft, dan heeft u dat al gemerkt. Op hele jonge leeftijd was de een wat angstiger en de ander wat minder. En de een was wat neurotischer dan de ander. En de een was, het ene kind geef je een speeltje en die vraagt waar is de gebruiksaanwijzing. En de ander die begint meteen te spelen. Persoonlijkheid is iets wat we voor een deel hebben gekregen op het moment dat we werden geboren. Het ontwikkelt zich
nog enigszins verder uit. En Erik zal daar zo meteen iets over vertellen. Een persoonlijkheid kan zich gedurende de puberteit nog enigszins ontwikkelen. Maar op een gegeven moment ligt het vast. En dat is voor ons in de arbeids- en organisatiepsychologie heel erg interessant. Een medewerker die binnenkomt, die solliciteert, daar kun je dus een persoonlijkheidstest afnemen. En vervolgens kun je kijken wie er nou het meest succesvol wordt. Als ik nou die 5 karaktereigenschappen neem, dus openheid voor ervaring, conscientieusheid, extravert, een beetje aardig en neurotisch. Welke van die 5 denkt u is de beste voorspeller of mensen nou goed worden in hun werk? Wat denkt u? Conscientieus. Heel goed. Mensen die nauwgezet zijn, die hebben in hun persoonlijkheid dat ze doen wat ze moeten doen en ze laten wat ze moeten laten. En dat is voor het werk natuurlijk ongelooflijk belangrijk, want die mensen zijn gefocust, die gaan niet allerlei dingen erbij pakken, die maken een afspraak en die doen dat ook daadwerkelijk. Dus nauwgezetheid is de beste voorspeller van prestatie. Er is er ook nog eentje van die 5 die consequent eruit komt als een voorspeller die slecht is voor je. En dat is neuroticisme. Mensen die neurotisch zijn, die angstig zijn, die emotioneel wat minder stabiel zijn, worden over het algemeen beoordeeld als iets minder goed. Tot slot zou je nog kunnen zeggen, deze 2 overigens zijn consistent. Dus in de meeste beroepen geldt, er zijn een paar uitzonderingen, zoals hele creatieve mensen, die pakken 100 dingen op en 1 daarvan wordt misschien succesvol. Maar voor de meeste van u geldt, als u nou gewoon dat u moet doen wat u moet doen. U heeft een taak en die moet u volbrengen. Dus conscientieuze mensen en mensen die niet neurotisch zijn, is eigenlijk de beste combinatie op de werkvloer. En het blijkt ook, en we hebben binnen de psychologie daar inmiddels zo'n 50 jaar ervaring mee, dat mensen die goed scoren op deze testen, dus goed op conscientieusheid en laag op neuroticisme, dat die consequenter uitkomen als beste presteerders. En dat hebben we in 1000 studies gevonden en dat komt er consequent steeds uit. Hoog op conscientieusheid, laag op neuroticisme. Dan kunt u zich misschien voorstellen van, ja, maar op het moment dat ze gaat ontwikkelen, als ik daar niks meer aan kan doen, kun je nou op de werkvloer daar nog iets aan doen? Kun je iemand dan nog coachen? En het antwoord op die vraag is eigenlijk nee. Als iemand niet conscientieus is, kun je hem beter een assistent geven. Je kunt beter iemand geven die een beetje helpt. Want als je ze een cursus time management geeft, dan komen ze te laat en ze vergeten het boek. Dus voor de werkvloer is het heel belangrijk om te kijken wie we nou eigenlijk zijn. Maar de vraag is natuurlijk, wij in de organisatiepsychologie, wij vinden dus dat medewerkers een bepaalde persoonlijkheid hebben. Maar we weten dat het in het woordenboek bestaat. Maar de vraag die wij hebben, en dat is een bruggetje naar de personen die iets verderop bij mij in de gang zitten op de Vrije Universiteit, namelijk de neuropsychologie. Kun je nou in het brein zien dat die persoonlijkheden ook echt bestaan? Kun je nou in het brein terugvinden hoe je in elkaar zit? Het antwoord op die vraag komt van mijn zeer gewaardeerde collega Erik Scherda. Dank je, Kilian. Ja, mijn vraag aan u zou zijn, denkt u dat er onderzoek is die zich gericht heeft op, is die Big 5, zijn die nou inderdaad terug te vinden in het brein? Ik moet dat aan u vragen. Denkt u dat dat gebeurd is, het onderzoek? Wie van u denkt, misschien handen, ik kan het niet helemaal goed zien, maar een beetje wuivend, wie denkt dat die Big 5 zijn terug te vinden? Wie denkt dat ze niet zijn terug te vinden? Wie denkt er helemaal niks? Ook zorgelijk natuurlijk, zoals u dat weet. Als ik u zeg, het is terug te vinden. Het is terug, heel, heel spannend om te kijken hoe dat dan werkt. Maar een klein extra vraagje zou zijn. Die nauwlettendheid, dat conscientieusheid. Denkt u dat dat terug te vinden is in het brein? Welk deel van het brein, laat ik hem specificeren. Welk deel van het brein, denkt u, bemoeit zich enorm met dat, dat conscientieus werken? Welk deel? U bent nou een beetje into the brain. Iemand doet zo tegen mij. Ja, dat is toch wel misschien wel de beste opmerking van deze hele avond. Maar u heeft wel gelijk. Het is namelijk de frontale lob. Misschien kunnen we het er even bij halen. Ja, dus helemaal top. Frontale lob, dat verbaast u natuurlijk niet. Want dat deel van dat brein is uiteindelijk ook het laatste klaar in de ontwikkeling. Misschien vertel ik u niks nieuws, maar het past heel erg in dit verhaal. Die frontale lob, die de grote delen daarvan, ontwikkelen zich nog door tot het 25, 30ste levensjaar.
En onze, het constantieuze werken, zeg maar, dat begrijpt u wel, dat kan ook groeien door die tijd heen. Hè. Hoe ouder we wat worden, wellicht worden we steeds meer constantieus, meer oplettend, meer nauwgezet in ons werk. Dat is heel logisch. Meisjes misschien nog wel wat eerder, misschien wel zeker wat eerder dan jongens. Want die frontaal lob die rijpt wat eerder bij meisjes dan bij jongens. Dus dat is allemaal heel goed te verklaren. En die frontale lob, omdat die het laatst klaar is, controleert hij de rest van de hersenen. Dus het is echt een regulator. En dat past natuurlijk heel erg ook bij nauwgezet werken. Dat u goed kunt reguleren, dat u goed plannen kunt maken, dat u ook heel goed problemen kunt oplossen. Al die dingen, dat je denkt van ja, zelfreflectie, dat zijn functies, dat zijn hersenfuncties. Hè? En daar speelt, hè, u mag niet meer lokaliseren, ik doe het nu een beetje, maar u begrijpt, dat zijn neuronale circuits. Het zijn, wat u toen net ook al heeft gezien in het voorgaande college, het zijn gebieden die met elkaar communiceren. Dat is ook veel spannender dan te zeggen, iets zit daar en iets zit daar. Maar die prefrontale cortex speelt er dus een hele grote rol. Ook bij dat probleemoplossend vermogen, ook bij die nauwgezetheid. Maar ik moest een beetje, ik vond het wel leuk en was het een beetje spontaan, omdat Kilian het had natuurlijk over uw collega's. En ik heb geen wetenschappelijk onderbouwende voor, maar ik roep wel altijd, stel u, wie van u heeft een rottige collega? Mag ik dat even weten? Ja, of bent u met uw collega's gekomen vanavond? Dan kunt u er niet veel over zeggen. Maar wie van u heeft een collega wat je denkt, liever niet? Even handen? Ja, toch een paar. Nou, de rest jokt, maar dat geeft niet. Maar die rottige collega, hè? Als je het nou hebt over hoe hou ik mijn frontaal op zo actief mogelijk, dan is die rottige collega is natuurlijk geweldig. Nou, ik zal het uitleggen, want u moet met die rottige collega omgaan. U moet de problemen die die collega voortdurend op, moet u steeds oplossen. Hoe ga ik er vandaag weer doorheen komen? Ideaal voor die frontaal op. Ik stel voor loonsverhoging en vooral niet ontslaan. Dus dat u dat even meeneemt verder. Ik bemoei me niet heel erg met de arbeidsorganisatie, misschien ook om die reden. Maar ik wou het toch met u delen. Dus die prefrontale cortex is superbelangrijk voor dat nauwgezet werken. Maar er is meer. Welk netwerk bemoeit zich nou zeg maar met die Big Five? Want er blijven er nog vier over, we hebben er maar één gehad. Nou, dat netwerk in de literatuur wordt genoemd het Default Mode Network. Het Default Mode Network. En daar ziet u een paar gebieden van, ik kom direct nog even op terug. De Default Mode Network is eigenlijk een netwerk wat vooral actief wordt als u in rust bent. Dus het zit echt helemaal in u. Het is ook een stuk autobiografie, zeg maar, vertegenwoordigt dat netwerk. Het is lastig om goed uit te leggen, hoor, maar het is eigenlijk het netwerk. Kijk, als u aan het werk bent, u bent met collega's bezig, kan het zijn dat u misschien nog een beetje buiten uw persoonlijkheid gaat. Dat u zegt, nou, hé, ik had eigenlijk nu iets lelijks willen zeggen, maar ik doe het maar niets. Hè. Terwijl u eigenlijk in uw persoonlijkheid denkt, ik had er eigenlijk wel tegenaan willen gaan. Maar als u eenmaal tot rust komt, ja, dan krijgt de persoonlijkheid waarschijnlijk zijn volle glorie. Vindt u het helder als ik het zo uitleg? Nee, u moet of spontaan ja of nee roepen. Ja. Dus dat die Default Mode Network is het netwerk wat gewoon in ons is, actief wordt als u tot rust komt en ja, het wordt gekoppeld aan onze persoonlijkheid. Wat u ook ziet, is vormt zich een soort midline. Ziet u, wordt ook genoemd in literatuur, het is een soort midline. En de functies die er daaruit die Big Five worden genoemd, is extraversie, openheid en die vriendelijkheid, die agreeableness. Dus eigenlijk die drie, die zeg maar ons vertegenwoordigen in de zin van, we maken ons sociaal mens. Onze sociale cognitie, zeg maar. Ons sociale gebeuren, dat wordt eigenlijk door die lijn vertegenwoordigd. Vindt u het helder als ik het zo zeg? Dus van die Big Five zijn er drie die echt ons sociale leven, zeg maar, bepalen. En daar zitten de gebieden die daar een rol in spelen. Prachtig. Niet voor niks is het dus ook zo, u ziet het nu boven staan, niet voor niks is het dus zo dat die midline, dat die ook een rol speelt bij empathie. Want empathie was dus dat grote voorbeeld van dat sociale netwerk. Empathie. Wilt u een klein voorbeeld hebben van empathisch vermogen? Vindt u het leuk? Ja. Empathisch betekent namelijk dat ik nu denk te weten wat u voelt en denkt, en u denkt nu te weten wat ik voel en denk. Vindt u het leuk dat ik met u deel, dat ik tegen u zeg wat ik nu denk dat u denkt over mij? Lijkt u dat een idee? Ja, dat is tricky, maar begrijpt u de redenering? Dat is alleen al belangrijk, hè? Dus ik ga u nu zeggen wat ik denk dat u denkt over mij op dit moment. Ik denk dat u nu denkt over mij op dit moment. God, die man op die leeftijd nog reuze uitstaan sloven. Klopt dat, dames en heren, ja of nee? Nee. Iemand zei ja, dan onaar. En u zei allemaal nee, maar u dacht allemaal ja. Maar goed, dat kun je natuurlijk nu niet zeggen. Oké, dan blijft er nog één functie over. Dat is de volgende, op dit plaatje. En dat is de onderkant van die frontale lob. De orbitofrontale cortex. En die speelt een rol bij dat neuroticisme.
Want die onderkant, orbitofrontaal, zit de slag boven uw oogkas, vandaar dat lage. Die is nou weer zo belangrijk voor dat remmen. Remmen op die amygdala, weet u nog uit die andere college? Dus juist de stress, juist het niet onder controle van je angst, wat zo past bij het neuroticisme. Daar zie je dat de remming minder is bij mensen die daar ook wat minder goed functioneren in die orbitofrontale cortex. En hebben ze allemaal gehad. De vraag die er zich natuurlijk nu voordoet is, maar stel nou voor dat, zoals Kilian dat fantastisch zei, hoog in de conscientieusheid, laag in het neuroticisme, ideaal. Maar ik wil toch leider worden. Heb ik dan een beetje narcisme nodig? En in welke mate? Daar gaan we in het volgende college naar kijken.